Weg met de leegstand en de binnenstad als een aantrekkelijke plek voor jonge gezinnen om te vertoeven en te winkelen. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente Doetinchem mikken met het nog op te richten binnenstadsbedrijf op een bruisend centrum. Wat met name de achtergrond is vanuit een aantal onderzoeken die in het verleden gebleken zijn, is dat er behoefte is aan de oprichting van een binnenstadbedrijf. Waarin eigenlijk alle stakeholders in de binnenstad vertegenwoordigd zijn en samen optreden om slagkracht te creëren. Daarom is er een zogenoemde kwartiermaker aangesteld die met alle partijen samenwerkt. Met als hoogste prioriteit een aantrekkelijk centrum creëren. In het verleden zijn die binnensteden gekaapt geweest door de retail, wordt wel eens gezegd, door de winkels. Tegenwoordig is de consument veel, veel eisender, de bezoeker. En die wil vermaakt worden op alle gebieden. Met eten en drinken, shoppen, genieten van cultuur, historie. Maar de uitdaging is natuurlijk wel om het nog sterker te maken en te zorgen dat het ook naar de toekomst toe geborgd blijft. In plaats van dat we in een verval raken. Vanaf september gaat Mares aan het werk in zijn functie als aanjager. En hij weet al wat hij als eerste gaat doen. Kennis maken met mijn teamleden, want er zitten hier gelukkig al goede mensen die ook in het verleden actief betrokken zijn geweest bij het managen van het centrum en plannen ten uitvoer brengen. Want uiteindelijk is het ook teamwork. Ik kom het niet alleen realiseren, ik kan de binnenstad er niet bovenop helpen. Dat doe je samen en dat is ook de kracht van het binnenstadbedrijf, door allerlei krachten te bundelen. Samen zijn we sterk.